rating is 707 for Hal. This ain't dice! Yay! Yeah. Oh, no, it's so good. Let's find a Hillary to sing. Je zult niet geloven wat wij hebben meegemaakt. Hey, Donuts. Quiet Cutie houdt daar echt van. Vooral tijdens een voetbalwedstrijd. Naar een voetbalwedstrijd? En we speelden mee. En we hebben gewonnen. We hebben Donuts gewonnen. En een aanwijzing gevonden. Oh ja, de aanwijzingen. Nu één tegelijk door de deur. Kom op, Queens. We moeten uitzoeken wat al deze aanwijzingen betekenen. Ja, en het zijn een hoop aanwijzingen. Omdat we overal zijn geweest. Laten we dit doen. Kijk, onze foto bij het flesjeskasteel. En dat is de foto van de kasteelvloer. Nadat Diva de toren had laten instorten. Ah, een kasteeltoren laten instorten? Blij dat ik niet zoiets overdrijvends heb gedaan. Jij verloor alleen alle controle toen je tas verdween in de werelds grootste tassenwinkel. Mijn tas! Iemand heeft mijn tas gestolen! Klopt! Maar je had die gigantische tas moeten zien. Hij was zo groot als een stad. Overdrijf je niet een beetje? Nou, hij was echt heel groot. En we zijn naar dit zonnebrandmuseum geweest. Waar een spookrijder was. Het was gewoon Rockin' Rider, niet Rockin' Spookrijder. En de aanwijzing was dit boeksymbool dat je alleen kon zien door een zonnebril. Daar hebben we ook een foto van gemaakt. Nou, wij zijn naar de dinosaurus diner geweest. En zijn op een reusachtige dinosaurus geklommen. Die we oorbellen hebben gegeven. Dat zijn brieven? Die heb ik op het hoofd van de dinosaurus gevonden en overgetrokken. Oh. En dit is de meest glinsterende steen in het universum. Gekocht bij de stenenwinkel langs de weg. Oh. Oeps. Nou, dat is een glitterstuiterbal. Maar we hebben ook stenen. En steentaart. Oeh. En dit kloksymbool moet een aanwijzing zijn. Natuurlijk. Een super aanwijzing! Hey, je glitterstenen doen me denken aan mijn schelpen van Schitterschelpstrand. We zijn op een echte piratenschattenjacht geweest, om die te vinden. Nou, wij zijn op de grootste schommel ter wereld geweest. Daar heb ik een makeover gehad, tijdens het rennen. Nou, wij hadden een te gek theekransje. En daar vonden we dit symbool. Ik weet niet wat het betekent, maar het zijn pijlen tussen kleine mensen. Wij zijn weer wezen kamperen. Wij hebben minigolf gespeeld. Los! Jongen, wij waren echt goed in verliezen met minigolf. Supergoed. Nou, wij moesten de klepper helemaal naar de garage duwen om hem te laten repareren. We hebben hem al 1000 maal geduwd. Oeh. En we zijn naar een feestdagfabriek geweest. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Nou, kijk eens wie er terug zijn. Hi. Ik zie dat jullie de donuts van Candylicious hebben gevonden. Het was echt geweldig. We hebben alles gedaan. We hebben aanwijzingen. Zonnebril. Dat was geweldig. En die gigantische tas waar we naartoe gingen was zo groot als een stad. Klinkt alsof jullie een toptijd hebben gehad. Maar hoe zit het met de aanwijzingen? Ik weet niet zeker welke van deze aanwijzingen zijn en welke gewoon dingen. We hebben gevoetbald om donuts. Klinkt normaal, maar zitten hier boodschappen in? Misschien proberen we het niet goed genoeg. Een servet. Misschien is de boodschap wel... Wees rommelig? 707?
Of LOL. Ik denk dat er toch geen geheime boodschap achter zit. Misschien moet je een aantal van deze samenbrengen. En misschien wel deze in het bijzonder. Hand, sprookjesboek, tijd, vrienden. Tijd, jij, vrienden, verhaal. Huh? Misschien betekent die driehoek iets. Er gebeurt iets tussen ze alle drie. Alsof ze delen? Oeh, het is een symbool voor delen. Wat nu? Betekent dat soms de tijd, zoals nu? Ik denk het wel, ja. Nu deel iets 707 verhaal. Of deel nu je 707 verhaal. Dat is het. Ja, het is ons gelukt. Dus? Weten jullie wat dit betekent? We moeten nu ons 707 verhaal delen. En oh, ik ben aan. We moeten het iedereen vertellen en dan zullen zij ook avonturen met hun vrienden willen beleven. Eén tegelijk allemaal. Jullie zullen niet geloven wat we hebben meegemaakt. Ik wil dat ook doen. Laten wij ook gaan. Oh, die tas was zo groot als een stad.